Hallo Big Legion en welkom bij een nieuwe part van Forza Horizon 3. We staan hier in de geweldig mooie Aston Martin V12 Vantage S. Naar mijn mening de allermooiste Aston Martin die er is. Ik ben niet zo'n hele grote fan van oude Aston Martins en ook niet echt van de nieuwe. Maar deze vind ik wel heel erg vet. Gewoon deze heeft perfect de vormen enzovoort zoals ik de auto zou willen hebben. Vooral de oudere hadden hele rare koplampen eigenlijk en hierbij vind ik het juist wel heel erg mooi. Dus we gaan even rond. Knorren, zo te looien. Er komt er ook een door het hekje heen. We gaan even rondknorren naar een race toe. Het wordt al een beetje donker, dus dat is ook geweldig. Het heeft zo net geregend, dus ik moest even wachten met de intro. En anders word je gelijk zo depressief. Dat moeten we ook niet hebben. We gaan wat normale races doen en straatraces. Ik begin met een normale race. Vervolgens gaan we aardig wat straatraces doen. En dan sluiten we vervolgens weer af met een normale race. Waarom in die volgorde? Dat komt omdat we nog maar 223.000 fans moeten hebben. En je krijgt ongeveer 110.000 fans per race, soms zelfs 150.000. Maar ik wil nog niet de volgende fan dingen hebben. Wat is namelijk de volgende fan upgrade, om het zo maar te noemen, fan upgrade, is een showcase event. En dat is het allerlaatste showcase event. En ik wil die natuurlijk wel doen, maar niet in deze video. We gaan die doen in de volgende video. Dus voor jullie is het anderhalf uur wachten. Dus niet getreurd. Geen paniek. Komt allemaal goed. Je hoeft maar een klein beetje te wachten. Ik zag het al aankomen, jongen. Die chaos daar. Achterlijke maloot. Die kunnen echt niet rijden. Niet dat ik altijd zo goed rij. Maar dat maakt niet uit. Dat zijn in ieder geval ook idioten. Maar ja. Ik wou dus het event bewaren voor de volgende part. Dus dan beginnen we er ook gelijk mee. Waarschijnlijk in de volgende video. Maar voor nu gaan we gewoon nog even racen. Straatraces hebben we vrij weinig gedaan, maar die zijn wel heel erg vet. Dus vandaar dat het me leuk leek. En daar krijgen we geen fans voor. Dus dat is helemaal ideaal. We krijgen wel cash enzovoort. Dus kan ik dat ook mooi gebruiken. We beuken die oude Ferrari even aan de kant. En die fucking Corvette. Zo doen we dat. In onze geweldig mooie Aston Martin. Oh. Ik moet wel even wennen aan de auto. Laten we het afhouden. Dus dat wordt zometeen nog wel bij de race. Want de race gaan we ook doen met deze Aston Martin. De straatrace weet ik nog niet met welke auto. Ik ben echt gewoon bang voor die fucking AI nu. AI auto's die rijden gewoon, ja, kriskras overal doorheen. Dat zag je wel gelijk in het begin, door het fucking hekje heen, uit het niets. Gewoon een gevaar op de weg nu wel. Maar deze ding slipt redelijk. Het ligt eraan natuurlijk hoeveel gas je geeft, dat is logisch. Maar op zich valt het wel mee, het is heel, heel beheersbaar, vooral voor driften eigenlijk. Dat is zeker niet slecht. We zijn ook bijna bij de race. De race is een race een beetje op snelheid met bochten. Een beetje een mix tussen beide. Volgens mij ook een heel klein beetje off-road. En dus een race waar we 110.000 fans krijgen. Dat heb ik dus speciaal uitgezocht. Zodat we nog niet de target halen. Want haal je de target, dan ben je ook gelijk in principe de lul. Want dan moet je verplicht het event doen. Je kunt niet een andere ding doen. Je kunt niet naar het festival. Je kunt helemaal niks. En dat vind ik best wel slecht eigenlijk. Maar toe maar. Maar dan moeten we dus verplicht event doen. En dat wil ik gewoon nog niet doen. Daarmee wil ik wachten tot de volgende part nogmaals. Dus ja, ik hoop wel dat jullie heel veel zin hebben natuurlijk in deze part. Vooral met de straatrace moeten goed komen. Dat was echt zo fucking ziek. De eerste keer dat we dat deden was echt een chaos. Gewoon omdat het verkeer erbij aanstaat. Het is donker, het regent en zo. Je ziet echt geen zak. Dat is fantastisch. Hier regent het ook. Daar ben ik ook heel blij mee. We konden ook kiezen voor mijn Ferrari F12 TDF. Ik ben blij dat ik dat niet heb gedaan. Deze slipt ook wel. Maar die Ferrari zal ook zeker slippen. En wat harder ook waarschijnlijk. Voor ons hebben we de Zagato. Vind ik meh. Dat vind ik dus weer een mindere Aston Martin persoonlijk. Oh god, we slippen alsnog wel. Ik moet heel hard wennen. Waarom moet ik opeens zo hard wennen aan deze game? Ik snap het niet. Ik heb deze game heel even niet gespeeld. En dan moet ik gelijk hard wennen. Ik zie die racelijn en ik rem gewoon niet. Mijn hersenen staan echt uit volgens mij. Niet zo best. Niet zo handig. Oh, kut. Oh, die regen, jongen. Welk idioot heeft dat verzonnen. Rot op, rot op, rot op. Geef gas. Niet slippen. Kom op. Ferrari, jongen. Stuur naar links. Waarom moet hij blijven beuken? Waarom stuurt hij niet gewoon naar links om voor mij af te zijn? Nee, ik blijf gewoon doorbeuken. Dit is mijn plek op de weg. Vinger, jongen. Als ik kan drukken. Oh, jammer. Ik wou hem in de bosjes drukken. Vandaar dat ik hem in naar links stuurde. Heel lekker agressief. Come on, Mercedes opgetiefd. Ook al
rij jij eigenlijk sneller. Maakt niet uit, aan de kant. Nou komen we bij die jump volgens mij, die hebben we met de rally auto gedaan vorige keer. Yep, in het water. Wat rijdt voor ons? Ferrari. Aan de kant. Hé, hey, nog een... oh nee, V12 Vantage S. Ach, die fucking checkpoint plaatsing, jongen, dat is echt bag gedaan. Dus hier gaan we door het checkpoint heen. En ja, ik rewinde, deel vet. Pech gehad. Of je moet het leuk vinden om de race de hele tijd keer op keer te zien. Of een race die de hele tijd geëdit is. Ik vind dat persoonlijk niet wat. Dan maar een rewind. Ja, we snijden gewoon de bocht af. Jongen. Oh, en dan knal ik hier tegen de boom aan. Nope. Dat was een heel stom besluit. Oh, we pakken de checkpoint nog wel mee. Ondanks al het geslingen. Iedereen haalt me ook gelijk weer in. Want waarom niet? Come on, aan de kant, aan de kant, aan de kant. Echt jongen, fucking regen. Welke klotzak heeft dat bedacht? Je moet echt ontslagen worden. Aan de kant. Dat kan gewoon harder. Dat bedoel ik dus. Fucking AI ook. Daar heb ik ook vaak over geklaagd. Die lui die remmen op achterlijkste momenten. Je kunt dan makkelijk volgen als erheen. We zijn weer eerste. Dus dat is positief nieuws. Ondanks mijn mooie geslinger als een aap. Oh, niet te hard. Dit is voor mij echt exact dezelfde race waar we met de rallyauto hebben gedaan. Alleen was dat toen voor mij in een kampioenschap, dacht ik. En nu niet. Rem, rem, rem. En dan kom je op de snelweg. Oh, het is een mix gewoon van meerdere races. Ik denk eerder dat het een mix is. Het ziet er wel verder uit trouwens, zo in de nacht. Dit gaat een donkere part worden, bedenk ik me nu. Want we rijden nu ook al in de nacht. De straatraces zometeen zijn ook in de nacht. Dat wordt gezellig. En dan hebben we dan onze eerste auto voor de straatraces, de Dodge Viper ACR. We hebben deze toen alleen gekocht en voor de rest eigenlijk nooit iets mee gedaan. Ik heb er heel even iets mee gereden volgens mij en daar hield het mee op. Dus nu gaan we een straatrace mee doen. Hij is volledig getuned, wat hem nog iets sneller maakt. Maar als het goed is, moet alles wel goed komen, want de ACR heeft gewoon veel grip. Het begint ook te regenen, dat is helemaal ideaal. Vooral met iets van 1000 pk of zo op de wielen. Achterwielen ook nog, geen vierwielaandrijving. Great. Echt fucking great game. Voor droog weer is het prima. En op zich, zo valt het ook mee. Ik geef nu vol gas. En zoals je ziet, houdt hij wel redelijk goed zijn grip. Daarvoor is het ook de ACR-versie. Dus ik denk dat het wel goed moet komen met deze auto en de straatrace. Maar we komen er op één manier achter. En dat is er naartoe rijden en de straatrace doen. Ik heb er wel weer zin in. Het was een dikke chaos de vorige keer. Heel veel spanning. En uiteindelijk hebben we dan heel lelijk verloren ook nog, omdat wij niet genoeg topspeed hadden. Dat hebben we hopelijk deze keer wel, vandaar dat ik hem ook nog wat meer had getuned, gewoon voor het geval dat. Dus dat moet er goed komen. We hebben in ieder geval een geweldig mooi geluid, want dat heeft die Viper sowieso. En als je iets gas geeft, iets te veel, dan drift hij op commando in principe. Dus dat is ook wel heel fijn. Het is een fijne driftauto ook nog. Het is een beetje een jack of all trades. Het is een auto met veel grip, maar als je wilt is het ook een hele mooie driftauto. En daar hebben we dan de Viper in de nacht. Oh, zo mooi. Valt haast niet op. En kijk wat onze fucking concurrentie is. Allemaal raceauto's. Ik zag net al een FXXK. Het is gewoon belachelijk. We rijden hier gewoon met een Vipertje tegen al die auto's. En hopelijk halen we ze allemaal nog een beetje in ook. Het zal fijn zijn. Het verkeer staat dus aan. Want dat is het idee van de straatraces. En dat zorgt af en toe voor wat chaos. En deze fucking Viper mag even doorrijden. Die Aventador ook wel. Ik moet zeggen, de Aventador, jongen. Hij remt mij af. Ga de kant. Fucking hell. Zoals je al merkt, altijd een beetje wat frustratie in mijn oog. dat is niet gezond, jongen. Fuck off, jongen. Rijden niet. Als je niet kunt rijden, rot dan op. Oh, zeg ik terwijl ik bijna rechtuit over de rotonde heen ga. De Viper houdt zich goed, joh. Oh, nou komt alleen een grote probleem. We zijn nu in de stad. En dan is het meer bochtenwerk. En de Viper moet het kunnen. Hij heeft veel grip. Maar ik moet zelf heel zachtjes zijn met gas geven. Anders hebben we een probleem. Anders dan slippen we echt per direct weg. Maar hij haalde iedereen wel heel hard in, moet ik zeggen. Zo heel slecht is hij nog niet. Hij is natuurlijk wel volledig getuned dan. Maar dat zijn die Ferraris enzovoort ook wel. Dus qua dat... geen slechte auto, zeker niet. En dat voor een Amerikaanse auto. Ik ga het gewoon zeggen. Dit is de beste Amerikaanse auto die er is. Naar mijn mening. Tot nu toe in de game. Ik heb nog niet met de Ford GT gereden. De nieuwe die schijnt ook echt goed te zijn. Wel ook in real life. Maar de ACR blijft voor heel veel mensen. Gewoon in real life nogmaals. Zo'n beetje de beste auto die er is. Voor op het circuit en eigenlijk. Omdat hij gewoon veel sneller is dan heel veel
supercars in eigenlijk. Dat ding is echt zoveel anders dan elke andere Amerikaanse auto. En oh kut, ik ben niet aan het opletten. Hebben we rewind? Ja. Ik was op de map aan het kijken naar de andere auto's. Niet naar waar ik naartoe moest rijden. Nee, nee, dat is een beetje onlogisch natuurlijk. Om te kijken van waar moet ik naartoe. Nee, ik was aan het kijken waar de rest reed. En er zijn een paar dichtbij. Gewoon een beetje drift. Maar ja, laat in de comments even weten wat jij de beste Amerikaanse auto ever vindt. Ik vind het in principe de Viper ACR gewoon qua performance en al dat spel. Qua uiterlijk, meh, niet helemaal mijn ding. Ik vind hem niet lelijk, maar ik vind de Mustang GT nog steeds wel mooier persoonlijk. Maar nogmaals, laat even weten in de comments. De eerste race zit erop, de eerste straatrace. We gaan er nog zeker wat meer doen. Ik denk ook nog wel gewoon even met de Viper. Het is wel even leuk om daarmee te rijden. That's strange. I found this latest midnight battle invitation in my inbox, addressed to you. Isn't that strange, boss? Very strange. Okay, we hebben dus een midnight battle unlocked nu. Twee street race wins to unlock. Dus we moeten nou nog twee races winnen. En dan unlocken we dit dus, de midnight battle. Dan gaan we die zometeen ook nog doen, want die straatrace van net was ook vrij kort. Deze is ook heel kort. We gaan deze gewoon doen met de ACR. Ik denk dat het goed komt. Als wij Town Terror up gaan doen met ACR. En dan vervolgens kunnen we die Midnight Battle doen. En dan aan het einde gaan we nog een normale race doen voor de fans. En dan unlocken we het laatste event. En ik ben super benieuwd wat dat gaat zijn. En dan staan we dan in het prachtige Byron Bay. En we hebben heel veel gezellige tegenstanders weer. Raceauto's, dan weet ik het allemaal. Auto's die echt gewoon 3-4 keer duurder zijn dan die van ons. Aan de kant met je GTR. Of voor fuck's sake, jongen. Er vliegt van alles in de lucht ook. Het is zo kut. Het begin is zo langzaam in principe, omdat er zoveel bochten zijn. En dan word je vervolgens genaaid door een auto, waardoor je in de bam komt. En dan komt de rest ook niet goed. Fuck jullie allemaal, dan ga ik ook afsnijden. Stop met het aanduwen van mij, jongen. Bok een eind op. Jezus Christus. Daar word je zo gek van. Geef gas, ACR. Haal ze allemaal in. Haal ze allemaal in. Fuck jou met je DTR, jongen. Dat is echt een klootzak. Nee, oeh. We halen Dennis even in zijn P1. Want dat is het dus. We rijden in een fucking ACR en we rijden tegen een fucking P1. Een totaal andere auto met een... Ja, doe maar. Af en toe de auto's waar je tegen race zijn echt belachelijk. Qua verhouding. Oké, rem. Sorry dat ik afrem op jullie. Rot dan op alsjeblieft om me aan te duwen. Dank u. Man. Weer bocht. Zachtjes. We hebben die checkpoint blijkbaar meegepakt in de lucht. Gas. Kom op, geef gas. Oké, dit moet goed komen. Fuck jou, want ik wist dat hij ging remmen, want dat is standaard AI-werk. Die moet ook uitkijken met Centenario, want waarom zouden we geen Centenario tegen een fucking Dodge rijden? Rem, gas. Kijk, dit is Viper-territorium. Lange, rechte stukken met een beetje bochtwerk. Heel iets afremmen en weer gas geven en dan komt alles goed. Bam, zo doe je dat. Zo doen we dat. Lekker. In het begin was het echt een chaos, maar uiteindelijk is alles goed gekomen. Fuck yeah. Nog één race te gaan en dan hebben we de Midnight Battle. En ik ben heel benieuwd wat dat is. Dat is nieuw. Toch nog wel iets nieuws, hè. Ondanks dat we bijna aan het einde in principe van de game zitten. Qua events en de main story-achtige zooi. Krijgen we toch nog iets nieuws. Dat is wel nice. En dan hebben we dan de auto voor de volgende race. Een Super Hot Hatch. Dat is een klasse die we nog niet eerder hebben gehad. En ik had keuze uit meerdere auto's, maar voor mij is het natuurlijk maar één auto om uit te kiezen en dat is de RS3. Ik vind dit echt een fantastisch mooie auto. Het geluid is geweldig. De looks vind ik echt mooi, de achterlichten. Alles is gewoon echt, voor mij echt perfect aan deze auto. Daarnaast is het ook een sleeper. Het ziet eruit als elke andere Audi. En in ieder geval dan A3. En dat vind ik sowieso ook met de RS6, RS4, enzovoort. Dat vind ik er zo geweldig mooi aan. Mensen denken gewoon, oh, dat is gewoon, ik noem maar wat, zoals met een RS6, oh, dat is gewoon een A6 diesel Avant of zo, ik noem maar wat. Maar dan heb je toch even, vooral zo met een tuned versie, 700 pk. En ik vind dat zo fucking geweldig. In dit geval trouwens, deze auto heeft ongeveer 500 pk. Ik heb hem heel iets getuned. Ik heb hem in de A-klasse gehouden, hij kan makkelijk naar S2 toe. Maar ik heb hem in de A-klasse gehouden. Ik wou iets meer kracht hebben, een betere handling enzovoort. We hebben trouwens een double rainbow all the way. In vette, we gaan op weg naar de volgende race ook. En het regent.
En dit was ook zo'n beetje de enige auto met vierwielaandrijving. En dat lijkt me wel handig voor in de regen ook, slippen we wat minder. En die andere waren of voorwiel aangedreven of achterwiel aangedreven. Dus wij hebben als het goed is weinig problemen met deze geweldig mooie regen in dit regenwoud ook. Het past er wel bij. En dan staan we dan daadwerkelijk in de regen, zoals verwacht. En we moeten tegen een fucking... Dat meen je niet. TTS, fucking F50. We rijden tegen allerlei andere auto's die geen super hothatches zijn. Waarom rijdt er een fuck off jongen met je kutauto? Is dat een Mercedes, BMW? Ik heb er god geen idee. Voor mij is het een Mercedes. Yep, dat is dat ding met die achterlichten waar ik het over had. Die M6 en de nieuwe Mercedes. Die lijken naar mijn mening verdomd veel op elkaar. Maar we rijden tussen Mustangs en van alles en nog wat. Dit zijn geen super hothatches game. Dat is niet lief. Maar we winnen wel. We halen ze tenminste allemaal in, dus dat is goed nieuws. Ik pak er bijna een boom mee. Boompje aan de kant. Net alsof die boom opeens ook aan de kant springt. En zo, oh, sorry Patrick, ik zou even aan de kant gaan, jongeman. Ik zie het natuurlijk echt gewoon voor mij. Damn, mijn fantasie. Sorry, auto. Aan de kant. Ik denk... Oké, gas, gas, gas. Geluid van deze auto, jongen, is zo fucking ziek. Echt een van de mooiste geluiden naar mijn mening. Ik vind mijn, als we het even over real life hebben, zeg maar. Mijn V6 geluid heel erg mooi. Of VS6 geluid in principe in de R32. Checkpoint. Dat vind ik echt een geweldig mooi geluid. Ik vind V10 geluid van de R8 vind ik heel mooi. V8 geluid van de R8 vind ik heel mooi. En fucking inline 5 geluid van deze auto vind ik echt prachtig mooi. En dit is ook gewoon in principe de oude rally motor, om het allemaal op te houden. Dat klinkt een beetje op dezelfde manier. Alleen het is heel erg gemoderniseerd. En ik vind dat echt perfect. Dat zijn echt gewoon eigenlijk de favoriete geluiden van mij. Dan heb je Aventador V12 nog wat ik wel mooi vind. En voor de rest, alles klinkt wel prima, maar vind ik niet het beste ever. Hoe raar het misschien ook klinkt. En voor mij, deze hebben we ook al gedaan trouwens. Dit was toen dat we niet genoeg snelheid hadden. Aan het einde, dat we genaaid werden volgens mij. Of ik haal mijn race met die van Dennis in de war. Want Dennis had exact hetzelfde probleem toen. Ook bij deze race. Kutzooi, we moeten even gaan rewinden. Ja, ja, I know, lame, bla bla bla, don't care. Ook al heb ik trouwens nog nooit iemand horen klagen in de comments over die rewind. Maar dan word je genaaid aan het einde omdat je niet genoeg topsnelheid hebt. Dat is deze fucking race. Nou, dat moet nou goed komen met onze geweldige RS3. Kom op, jochie. Come on. Bewijs dat je de ultieme sleeper bent. Samen met heel veel andere auto's. Dat sleeper concept trouwens waar ik het over had met de RS6 enzovoort. Dat is natuurlijk ook zo bij de BMW's en ook bij de Mercedes'en. Ze zien er allemaal gewoon uit als normale auto's. En dat is gewoon de kracht. En dat maakt het een sleeper. Het is geen R8, het is geen SLS en eigenlijk... Daarin zie je echt dat het sportauto's zijn. En dat is in dit geval niet zo. En we hebben het gehaald. Bam. De tweede race die we moesten doen is ook gelukt. Op naar de Midnight Challenge run dinges. Ik ben benieuwd. In the shop today, this bloke comes up to me. Gets right up in my face. Says he's got a message for you. One race, head to head, midnight tonight. He staked his car if you can beat him. How cool is that? I felt like I was in one of those movies. Okay, fucking awesome. Er zitten dus pink slips in de game. Nice. Fucking nice. Ik weet dat Dennis erover heeft gehad ook in zijn video van... Een ding wat deze game mist is pink slips. Dat je dus tegen andere mensen kunt rijden voor hun auto's. Nou Dennis, het zit erin. Het is een midnight battle. Fucking nice. Echt. De game wordt alleen maar beter en beter. Dit is echt game of the year. 10 out of 10. Oprecht. En niet IGN 10 out of 10. Dit is echt de beste game die er is. Op dit moment. Qua racen dan toch. En daar staat hij dan, de Challenger met de BMW M3. We gaan de Midnight Battle doen met deze Audi R8. Tenminste, als het werkt. Ik heb geen idee. Het is natuurlijk een wat oudere BMW. En het kan zijn dat we een minuutje krijgen van... Hé, je moet een andere auto kiezen. Ik had speciaal deze auto aangekocht. En denk, dat moet helemaal goed komen met de Audi R8. Hij is volledig getuned. Het is echt een ziek monster. Als ik iets gas geef ook... Die turbo en eigenlijk, dit ding is echt super snel. Heeft vrijwel geen last van tractieproblemen. Dus tractiecontrole staat nog steeds uit. Maar als ik vol gas geef, hij trekt gewoon lekker op enzovoort. Hij remt lekker, het is echt gewoon een fantastische auto. Dus ik ben heel blij met deze aankoop. En ik hoop dat we hem kunnen gebruiken.
We komen er nu achter, we gaan starten. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat uitpakken. En ik hoop wel natuurlijk dat die BMW M3 wat aangepast is aan mijn auto. Qua klasse, zeg maar. En ook dat zullen we vanzelf zien als we nou gaan gas geven. Hey, dit is ook al cool gedaan. Even naar rechts kijken. Leuk bezig. Okay. Vol gas. En ja, rip. Rip. Dat is gewoon zielig. Come on, game. Dat is gewoon gemeen. Dat is echt gewoon gemeen. Die duurt dus echt ook keihard genaaid door de game. Sowieso. Ik weet niet wat hij verwachtte waarmee ik zou gaan racen tegen hem. Ik weet ook niet wanneer die mij heeft zien rijden, zeg maar. En zei van, hé, weet je wat, ik ga jou challengen. Als dat was in de Reliant Superfan, ja, dan snap ik het. Maar voor de rest hebben we veel gereden met de FXXK, met de Koenigsegg 1-1, de Regera en dergelijke. Al die auto's winnen allemaal makkelijk, net zoals daarachter nu, van die BMW. Dat is echt gewoon zielig. Maar ja. Voor de rest trouwens zag je ook gelijk in het begin, de auto slipt niet weg, doet helemaal niks. Geef gewoon gas. Dat is echt geweldig. En zoals nu kunnen we wel een beetje driften, als je het wil. Het is echt een hele veelzijdige auto. Klinkt lekker, ziet er mooi uit. Echt mijn perfecte auto voor in deze game. En dan ben ik natuurlijk wel... Oh, fucking geel... Of, dat was geen gele auto, dat was een blauwe auto. Echt AI in deze game. Fuck dat. Maar nou ben ik natuurlijk wat bevooroordeeld. Dat was eigenlijk wat ik wou zeggen, voordat die kutauto ervoor langs trok. Rem, rem, rem. Oh, dank u. Want ik ben een hele grote fan van R8. Het is echt mijn lievelingsauto, by far. Ik vind heel veel andere auto's ook wel mooi, maar het liefste zou ik nog steeds een R8 willen hebben. En dan ook... Oh, kut, 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 kut. Ja. Perfecte timing ook, om dat woord te zeggen. Maar dan ook dit type. Het oudere type. Ik heb het al eerder over gehad, dat ik dit het wat mooiere type vind. En dan het liefst de R8 GT. Met de GT spoiler erop, de andere... voorkansen, maar de voorbumper. Oh, we waren er al. Ik zag die race... Ik was niet eens aan het opletten. Ik zag die racelijn en ik denk van... Oh, daar moet ik langs. En toen reden we al over het finish heen. Dat was niet zo moeilijk. We hebben een BMW bij. Blijkbaar. Zo gaat dat. Dat is makkelijk dan. Ik ben benieuwd wat voor andere Midnight Races er nog zijn... waar je auto's kunt winnen en wat voor auto's dat dan zijn. Dat is nog wel, wel leuk om te doen dan. Niet echt veel XP. Delivered to your garage. Body kit that wide on a car this fast. It's a wonder this thing doesn't take off. I'll just keep it in the garage, shall I? Nou, ik wil er wel een keertje mee rijden. Ik vind die velgen trouwens afschuwelijk. Het is wel cool dat hij met een wide body kit komt. En dat die dus wat getuned is. Is wel, wel leuk gedaan. De game blijft gewoon verrassen met nog steeds nieuwe dingen. En dat is heel erg goed. Maar ik denk dat het wel een mooi einde was voor deze part. We gaan dan in de volgende part nog even één race doen. En dan het laatste showcase event. Waar ik echt super veel zin in heb. En ik hoop jullie ook. En ik hoop ook dat jullie dit een leuke part vonden. Vond je het leuk? Vergeet niet even te liken. En dan hoop ik weer te zien bij de volgende video. Laters!